Op 5 minuten varen van Manhattan ligt Governor's Island, meer dan een eeuwlange terrein van militairen, nu een park dat flink wordt uitgebreid door het toonaangevende Nederlandse bureau West 8. New Yorkers hebben nooit de kans gehad om op dit eiland te komen, zijn verbijsterd over om Manhattan zo te zien als in een ansichtkaart. Ontwerper Adriaan Geuze hoogde het eiland op, zorgde dat er zoet water op kwam, zodat er een bos kan groeien. Het stuk waar wij nu lopen, dat hebben we nu ingericht als een eiland met hoogteverschillen, mooie zichtlijnen op het water. Plekken waar je kan picknicken, heuvels waar je uitzicht hebt. New Yorkers weten het park te vinden, al is het pas half af. I think it's fantastic. Yeah. It's really evolving. We came here for a birthday picnic and we like it a lot. Hè, even weg uit de hectiek van New York. Dankjewel, Nederlandse landschapsarchitecten. En die worden inmiddels ingehuurd door heel Noord-Amerika. Nederlanders weten hoe ze beperkte ruimte, zoals hier in Miami, slim in moeten richten. Dit is een ontwerp in San Francisco. Bijzondere bruggen worden gemaakt voor Toronto. En nu wordt zelfs de iconische Strip in Las Vegas aangepast volgens Nederlands plan. En dat wordt gewaardeerd op chique gala's. Piet Udolf. Een prijs voor tuinontwerper Piet Udolf. Dit is wel een van de hoogtepunten in mijn leven als tuinarchitect. Hij is verantwoordelijk voor de beplanting van de High Line, een park op een voormalig treinviaduct dat 2,5 kilometer door Manhattan loopt en jaarlijks miljoenen bezoekers trekt. A lot of germinating on the ground, hè? Yes. Yeah. De laatste fase van het park gaat dit jaar open. Best lastig trouwens om op een spoorlijn iets te laten groeien. Het zand is voor de drainage en daarover komt gewoon grond. En het is eigenlijk helemaal niet diep. Udolf maakt met helmgras en hoge bomen zoiets moois dat hij in New York een ster is. Iedereen is hier heel erg bewust van de kwaliteit die het moet hebben. Want als je zegt bijna 5 miljoen mensen per jaar, en dan kun je nagaan wat voor stress dat geeft aan de omgeving. Nou, voorlopig liggen Amerikanen stressvrij dankzij Nederlands design. Erik Mouten, RTL Nieuws, New York.